En minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat hij zich geen stakingen meer kan permitteren. In een gesprek met onze nieuwsdienst zegt de bewindsman dat de strijd die de werknemersorganisatie Openbare Werken WOW al enkele maanden voert, onbillijk is. De vakorganisatie onder leiding van Michael Salons stelde de vorige week dat de minister het wensenpakket van de bond niet uitvoert en niet communiceert met de organisatie. Ik ben te lief geweest. Van mij gaat iedereen me uitschelden als ze dit horen, wat ik heb gedaan. Ik ben te lief geweest. Ik heb opgeroepen bij de nieuwjaarsboodschap dat vanaf 2022 januari iedereen op het ministerie een beetje harder gaat moeten werken. Want we komen uit een crisisperiode. We komen uit een bewind van 10 jaar het land vernietigd te hebben. Toen heeft niemand gegild. Niemand heeft gegild. En ik doe die oproep aan alle personeel. Daar heb ik het nieuwjaarsboodschap gedaan naar 2022. Nu met de hulp van IMF, Wereldbank, iedereen het land moet opbouwen. Ik kan niet permitteren dat mensen in actie gaan. Vooral als ik genoeg doe. Als ik niet zou doen, zou ik zeggen, je krijgt me mee met je streep. De regering heeft koopkrachtversterking gezet. Ja, AOV is verhoogd, kinderbijslag is verhoogd. Koopkrachtversterking 4000 SRI belastingvrij. Dus het ministerie doet wat, maar natuurlijk doet de regering ook wat. Dus als er niets gedaan wordt, zou ik zeggen, en daarom is die strijd niet rechtvaardig. Noor Mohammed zegt verder dat de regel, dat de maatregel no work no pay van kracht blijft voor werknemers die vallen onder de vakbond, omdat die al te lang onwettig verzuimen. De maatregel geldt niet voor andere werknemers. De argumenten van Salons dat de leiding niet openstaat voor dialoog behoren volgens de bewindsman tot het rijk der fabelen. Het overlegorgaan van het departement staat naar zeggen van Noor Mohammed elke dag klaar voor een gesprek waar de minister en directeuren bij gehaald kunnen worden.